Bart Subot, jij was er ook? Ja, ik luister even naar wat Job zegt. Het is wel weinig constructief natuurlijk op zichzelf. Toch? Dit is wat ik nou echt constructieve oppositie noem. Want dat zou betekenen dat het kabinet weggaat. En dat is het hoogste tijd voor. Nou, ik dacht dat nu dat een keihard nee tegen alles, dat overigens meer in de SP-lijn lag, dat nou juist niet blijk geeft van, laten we zeggen, in de sfeer van uitgestoken handen, zal ik maar zeggen. Maar van wie waren nou de uitgestoken handen? Nou ja, de honden, bedoel, dat was. En wat hebben we daar nou van gezien? Helemaal 0, niks. Nou, is dat wat erachter is? Ben je teleurgesteld daarin, in die uitgestoken handen? Nee, maar kijk, wat voortdurend, wat natuurlijk de belangrijkste onderwerpen zijn, dat zijn de onderwerpen die met centen te maken hebben, dat is volstrekt dichtgetimmerd. En dat heeft ertoe geleid dat er dus echt, op het gebied, als het over het persoonsgebonden budget gaat, als het over het passend onderwijs gaat, als het gaat over al die bezuinigingen die terechtkomen bij mensen die het minste kunnen hebben, daar hebben we dus nooit met de hele oppositie geen deuk in een pakje boter kunnen. Even straks over de oppositie verder sprekend. Maar jij bent er naartoe gegaan met één vraag, namelijk een woord. Wat was de vraag? Nou, er waren eigenlijk bij de PvdA twee vragen. De ene vraag was, wat is het woord wat de weggelopen PvdA-kiezer moet terugbrengen bij de partij? En het andere woord was, of wat dus in één woord samengevat, gedroomd leiderschap. Laten we even gaan kijken. Ja. Ja, heel goed. Wat is voor jou in één woord samengevat gedroomd leiderschap? Ah, dat is voorop gaan in de strijd. Inspiratie. Twee grote, warme armen die overal omheen gaan. Eerlijkheid. Het klinkt wel heel erg aantrekkelijk, hè? Het klinkt dat. Ja, oké. Okay. Je moest één woord. Ja, nee, je mag er één bij doen. Deugd en vertrouwen. Dat is waar, oké. Okay. Eerlijkheid, leuk. Ja, oké. Okay. Je maakt de mond toch eerder dan als je bij het CDA ziet eigenlijk. Waarom niet? Ik was gisteren buitengewoon. Ik dacht, dat zou je wel interesseren. Hoe is het? Wat is voor jou in één woord samengevat de koers die de PvdA moet volgen om een weggelopen kiezer terug te krijgen? Warmte. De beukt erin, zou ik willen zeggen. Nou, moet het één woord zijn? Ja, ik sta voor sociale rechtvaardigheid. Dat zijn twee woorden. Eerlijk en verantwoordelijk. De basis op orde. Het zijn vier woorden, sorry. Maar wel korte woorden. Doe de jongens de groet in de studio? Ja, reken maar. Okay. Reken, dan zien we elkaar wel weer. Okay, bedankt. Ja, meneer Cohen, u heeft enige malen het woord tot Rutte gericht. En ook op zijn ontslag aangedrongen. Maar waarom heeft u Roemer en de SP niet aangevallen? Want tenslotte zijn daar uw kiezers naartoe overgelopen. Ja, maar natuurlijk degene waar je het echt op moet richten, dat zijn degenen die een totaal andere visie hebben dan ik heb. En dat is dit kabinet. Ja, maar daar zitten uw kiezers niet. Die zitten niet bij de PvdA. Ja, maar het mag wel duidelijk zijn dat in de eerste plaats is het altijd goed om nog eens een keer te vertellen waar het in zit wat dit kabinet niet goed doet. Om daar vervolgens ook bij te zeggen van wat jij wel wil. Maar waarom maakt u niet van de gelegenheid gebruik om uw kiezers terug te halen uit waar ze nu naartoe zijn gegaan, de SP? Nou, afgezien van de vraag of dat de afgelopen weken het geval was, want ik denk dat heel veel kiezers die de SP nou erbij heeft gekregen, komen van de PVV. En als ik moet kiezen, ook een heleboel van de Partij van de Arbeid. Ja, maar de afgelopen weken niet. En als ik dan mag kiezen, dan gaan ze liever naar de SP, naar de PVV, en dan komen ze daarna wel weer bij ons. Maar u staat op 17 zetels in de peilingen en de SP op 32. Dus een aantal, hoeveel er ook zijn. Nee, zeker. Laat het er 10 zijn, misschien wel 15. Die zouden eigenlijk vanuit uw optiek naar uw partij moeten gaan. Ja. En waarom richt u zich dan niet op die 10, 15 zetels die nu bij Roemer zitten? Nee, omdat nogmaals, wat ik het belangrijkste vind is om echt nog eens even heel helder en duidelijk te maken wat er mis is met dit kabinetsbeleid en wat wij daar tegenover staan. Ja, maar dat is gelukt. Laten we zeggen, dat was duidelijk in elk geval. Nou, mooi. Maar dat is de manier waarom heeft de partij van Arbeid dat moeilijk? Omdat ze bijvoorbeeld zo slecht staan in de peilingen. Dat deprimeert de achterban. Nee, dat is een cirkelredenering. Dat peilingen, dat zijn geen verkiezingen. Nee, dat ga ik niet zeggen. Maar we hebben het niet moeilijk omdat we slecht in de peilingen staan. We hebben het moeilijk omdat we blijkbaar onvoldoende duidelijk hebben gemaakt van wat we nou in willen. Ja, en dat doet Roemer dus blijkbaar beter. Nou ja, dat kan. Dan is de vraag, waarom zegt u nou niet tegen die kiezers, ja, jullie geloven nou wel dat Roemer het beter doet, maar, en dan volgt uw verhaal. Omdat ik liever mijn eigen verhaal vertel op dat punt. En mijn eigen verhaal. En dat wijkt natuurlijk ook af. En als ik nou nog naar die woorden kijk die erin zitten, zijn een aantal woorden die me zeer aanspreken. Nou, warmte en sociale rechtvaardigheid zijn wel dingen die de SP ook naar buiten brengt. Nou ja, maar op een aantal punten verschillen we ook niet. En dat is ook een van de redenen van waarom zou ik hun nou aanvallen. Maar waar het wel op verschilt, en dat zit hem precies ook nog wel weer in dat woordje sociale rechtvaardigheid. En wat je ook nog weer een keer kan vertalen met solidariteit. En waar wij nou precies in zitten, is in het veld waarin je niet wil dat die solidariteit wordt afgebroken, wat dit kabinet doet.
En dat je vervolgens ook moet oppassen dat die solidariteit niet wordt opgeblazen. En die solidariteit die wordt opgeblazen als je alleen maar zegt van jongens, dit kabinetsbeleid deugt niet en dan moet bezuinigen moet je niet doen. Daar zitten wij dus tussenin. Dus dat is wat u de SP verwijt, dat ze nou ja, dat is wat ik zelf wil. Solidariteit opblazen. En dat is wat ik zelf wil, hè, dat die solidariteit in stand kan blijven. Dat is ook een van de redenen waarom we hebben gezegd, je moet die oude steunen. Ik zeg wat ik daarmee wil. Nee, u zei, we zitten tussen die twee in. Dat is de koers van de partij. En de SP blaast de solidariteit op. Ik houd maar even bij mijn eigen woorden. Ja, ik citeer uw eigen woorden. Nou ja, niet helemaal. Maar wij zitten dus precies op dat spanningsveld. Solidariteit niet afbreken. Zorgen dat die in stand blijft. En dat kan alleen maar door een aantal hervormingsmaatregelen te nemen. En niet alleen hervormingsmaatregelen, ook investeren en ook bezuinigen. Maar wat bedoelt u nou met opblazen? Dat is toch een interessant woord. Wat ik daarmee bedoel, dat is dat als je het houdt zoals het is, dat het op een gegeven ogenblik onbetaalbaar wordt. Dat is ook de reden dat wij, ondanks het feit dat mensen dat niet leuk vinden, tenminste niet allemaal, er zijn ook sommigen die dat wel vinden, dat je die AOW-leeftijd moet verhogen. Ja. Want als wij willen dat later onze kinderen het ook nog weer goed hebben, dan kan je niet volhouden dat je maar bij 65 moet blijven. En dat zijn geen leuke maatregelen. Idem dito bij die euro. Dat zijn geen dingen die ik nou hartstikke leuk vind. Maar het moet wel, omdat het uiteindelijk beter is. Maar dat zijn... En als je daar dus niks doet, nou, dan kan je dat wel roepen. En dan klinkt het mooi, maar dan loop je vast. Ja. Maar goed, dat zijn wel de punten waarin de Partij van de Arbeid zich heeft gemanifesteerd. Maar is daar niet echt voor beloond? Nee, nog niet. Nee. En dat is ook wel de kern van de Partij van de Arbeid. Om dus wel ook de verantwoordelijkheid te nemen. Om ook als dingen niet zo leuk zijn. Mm-hmm. En als je dat doet omdat je dus de kern van je datgene wat jij voor het land van belang vindt overeind wil houden. Om daar dan ook voor te staan. Bart, het oppositievoeren van de Partij van de Arbeid. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, Job schetst iets rooskleuriger beeld dan wij als kiezer krijgen. Want dat PvdA slecht in de peilingen staat, dramatisch slecht zelf, dat ligt natuurlijk wel ergens aan. En dat heeft ook te maken, onder andere met het PvdA-verhaal niet helder is. En met het leiderschap niet helemaal helder is. En ook met de manier van oppositie voeren. Kijk, om een voorbeeld te geven uit de recente parlementaire historie. Je weet nog, Job, een tijdje geleden in de Tweede Kamer, dat Geert Wilders sprak over in de Tweede Kamer over jouw achterban in termen van islamitisch klapvee. Stemvee, ja. Sorry, islamitisch stemvee. Even denigrerend eigenlijk. En toen, dat ging over jouw achterban. En dat zijn geen plezierige woorden. Tegendeel. Ja, precies. Toen stond Emu Roemer op. En die maakte daar een punt van. Die zegt tegen de voorzitter, mevrouw Verbeet, als dat zo doorgaat, Wilders, dan ben ik weg. Maar het ging niet over de achterban van Emu Roemer. Het ging over jouw achterban. En ik zag jou schuin onder de oksel van Roemer in je bankje zitten. En dat is eigenlijk een moment dat jij moet opstaan en moet zeggen, Emiel, sorry, wacht even, dit is mijn beurt. Begrijp je wat ik bedoel? Het is een soort van moment dat je niet zichtbaar bent, terwijl dat wel moet zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. En een ander punt is dat, Job, kijk, de oppositievoeren is natuurlijk een vak en het ligt jou van nature niet zo erg, dat weet je natuurlijk in Nederland wel. Maar Job, je moet van je afbijten. En ja, ik bedoel, als iemand jou constant bedrijfspoedel noemt, dan moet je niet meer blaffen, dan moet je bijten. Dan moet je op zijn minst je tanden laten zien. En dan moet je zo, kijk, dat zijn trucs, zal ik maar zeggen, in de straatvechten. En wat Geert Wilders af en toe wel eens doet, dat doet denken aan schoolbuddies vroeger op school. Eén groot had een grote mel en die wist precies waar de zwakke broeder zat en die joeg die verbaal of anderszins de hoek in. Nou, dat is. Kijk, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Ik begrijp heel goed wat je bedoelt, maar daar staat wel iets tegenover. En dat is dat ik dus ook geen zin heb. Hè, kijk, als ik ga straatvechten, dan zit iedereen te denken van wat is die man aan het doen? Dat past niet bij hem. Dan kan je vervolgens wel zeggen, moet je dus geen oppositie voeren. Maar je kan dus oppositie ook op een andere manier voeren. Je hoeft niet op hetzelfde niveau te gaan zitten. Maar als jij, bij wijze van spreken, op het moment dat hij zich bedrijfspoedel of grote gedogen, als jij zegt, mevrouw de voorzitter, in eerste termijn vroeg Blondie omtrent, dan ben je er al. Als je hem constant Blondie noemt, is er niks aan de hand. Is met een knipoog, is er niks aan de hand. Zo kan het niet. Maar het gaat toch niet alleen om woordjes? Het gaat erom dat Emiel
Roemer met zijn partij een heel helder, duidelijk verhaal heeft. Jawel, een duidelijk... ja, maar waar bedoel, oké, okay, Roemer heeft een duidelijk verhaal, SP heeft een duidelijk verhaal, PvdA heeft dat niet, dan ja, gaat het altijd maar over de PvdA. Nou, dat is wel, want het gaat alleen maar nu, ik zit hier nou de hele avond. En, nou, hele avond. Ja, net begonnen. Solidariteit, opofferen, samen zijn, warme armen om me heen. Ja. Het gaat er uiteindelijk niet om de woorden, het gaat erom wat voor gevoel kan je uitdragen, denk ik, als partij. Ik bedoel, in Nederland kan je godzijdank stemmen. Hè? Bedoel, Iran, waar ik zo over ga praten, kan dat ook maar alleen maar op heel weinig mensen. Maar wat ik me altijd afvraag, vind je het nou nog wel leuk? Weet je, je moet maar... Wilder zegt die nare dingen, Roemer die zegt dit. En ik kijk er dan een beetje op de satelliet even. Maar ik denk altijd bij jou van... Waarom doe je dit? Je lijkt me een integere man. Je zegt zelf, ik wil helemaal niet die woorden gebruiken tegen Wilders. Nee, ik zeg alleen, ik ben wie ik ben. Hè? En dat is dat als ik iets anders ga doen, dan zit iedereen zich af te vragen. Huh? Ja. Wat is hij nou in godsnaam mee bezig? Dat is één. En in de tweede plaats, waarom doe ik het? Omdat ik een beeld heb van waar ik heen wil met Nederland. Dat is een beeld waarbij ik heel graag wil dat er grote groepen in de samenleving, dat die op een eerlijke en fatsoenlijke manier hier kunnen leven. En dat meneer Cohen, het punt is toch dat u dat wilt, en dat begrijpt iedereen wel dat u een ander beeld hebt, maar dat het u kennelijk niet lukt om daar mensen voor warm te krijgen. Ja, wel, maar terwijl je dan zo'n rechtskabinet hebt, waar u zich dus heel erg tegen zou kunnen verzetten, wat eigenlijk een zegen zou moeten zijn voor een oppositie. Nou ja, dat doe ik ook. Hè. En vervolgens ook, maar ik doe het dus wel op een manier waarbij ik ook niet meer beloof dan ik kan beloven. En dat vind ik ook nog wel belangrijk, dat je dat doet in de politiek. Ja. Je moet niet van alles gaan beloven wat niet deugt, of wat wel deugt, maar waarvan je zeker weet dat je het niet gaat redden. Op de manier zoals Geert Wilders die roept, de dag voor de verkiezingen, AOW 65 is met mij niet over te praten. De dag daarna, dan doet hij het wel. Ja, dus zo zit ik niet in elkaar. Ga ik niet doen. Goed. We moeten even naar het CDA toe, Bart, want daar ben je ook geweest. Ja, oh ja, dat is waar ook. En dat probeer je wel te vergeten, maar dat doen we niet. Wat was het woord daar? Het woord daar heel veel viel was betrokkenheid en compassie. Dat waren eigenlijk de woorden die meeste vielen daar. Bekijken. Dank je wel. Nou, ik voel me ook zeer welkom. Wat is voor jou nou het woord, het ene woord, wat de weggelopen CDA-kiezer bij het CDA moet terugbrengen? Als ik er eentje zou moeten kiezen, zou ik kiezen voor betrokkenheid. Mag ik een woord kiezen? Ja, je mag een woord. Ja, heel graag. Ik zou vertrouwen kiezen. Vertrouwen. Want? Dat is nodig om bij elkaar te komen. Vertrouwen. Henk, ik had gedacht eigenlijk dat jij, gezien jouw huidige status, zal ik maar zeggen, zou kiezen voor liefde. Ja! Ik denk dat wij vertrouwen hebben in een aanstormende generatie. Die heb je hier vanmiddag op het podium gezien. Betrokkenheid. Je bent eigenlijk je eigen victory boogie woogie zo. Nou, dank je wel. Het mag niet compassie zijn, zeker? Nee, niet compassie. Daar worden we gek van woord compassie. Eén woord. Ja, Mona. Ja. Eén woord. Ja. Ik zou zelf zeggen Mona, maar bedoel, ik ga er niet over. Wie is Mona? Dat Mona is Mona Keizer. Kijk, wat ze heel goed deden bij het CDA. Op een gegeven moment maakten ze ruimte voor jong talent. Dus niet alleen de oude partijmastodonten, zal ik maar zeggen. En ook wat nieuwere. Maar ook jong talent. En er waren vijf mensen. En met name Mona Keizer is wethouder in Purmerend. En moeder van vijf kinderen. En die deed geweldig. Die kwam op het podium geweldig over. Überhaupt had het CDA een paar dingen zaterdag in huis waar ik...